Hallo iedereen. Nu ik wat tijd over heb, ga ik vier reportages maken over digitale camera's. Wie deze camera's niet kent, zal verloren lopen in het aanbod van de verschillende winkels en merken. Het is niet eenvoudig om de juiste camera te kiezen. De prijzen variëren tussen de 20 en de 600 euro. Uiteraard is er een verschil in de mogelijkheden en kwaliteit. Daarom deze reportages. De eerste over dashcams. Een tweede over wildlife cams, een derde over action cams en een vierde over home security cams. We beginnen met de bespreking over dashcams. Een dashcam is handig om een ongeval te registreren, maar meestal zal je er leukere dingen mee opnemen. Een dashcam wordt op het dashboard of de voorruit van de wagen geplaatst. Het is de bedoeling dat deze een vaste plek krijgt en dat die niet meer verplaatst wordt. Je sluit hem rechtstreeks aan op de stroom van de wagen via een kabel die in het sigarencontact gestoken wordt. Een dashcam heeft een kleine batterij die maar een paar minuten meegaat. Die paar minuten moeten dienen om opnames te maken zodra je wagen aangereden wordt terwijl hij geparkeerd staat. Daarom heeft een dashcam ook altijd een ingebouwde G-sensor. Die registreert een beweging aan de wagen waardoor de opname start. Volgens de reclame zie je dan wie je wagen aangereden heeft, zodat je de dader kan identificeren. In de praktijk is een camera echter naar voren gericht, terwijl je gegarandeerd achteraan of aan de zijkant aangereden wordt. Tenzij jezelf op iemand botst natuurlijk. Je zou dus vier camera's moeten plaatsen, indien je wagen regelmatig beschadigd wordt. Vele wagens zijn al uitgerust met camera's. Maar het is afwachten of de fabrikanten deze camera's ook gaan gebruiken met een G-sensor, zodat parkeerbloedschade kan geregistreerd worden. Ik heb veel plezier van mijn dashcam, vooral om stomiteiten van andere weggebruikers te filmen. YouTube staat er vol van. Zoek maar eens op dashcam. Ik zet mijn filmpjes met videolijst op het internet. Maar dat gaat niet zomaar. Je moet eerst de SD-kaart uit de camera halen, die in je computer steken, elk filmpje op dat kaartje bekijken, en dat zijn er snel zo'n honderdtal, tot je het juiste filmpje gevonden hebt. Dan moet je dat naar de computer kopiëren, met behulp van een videosoftware de nummerplaat van die wagen in blokjes zetten, het filmpje compresseren in het juiste formaat en dan uploaden naar, ik zeg maar wat, Facebook. Als amateur ben je daar al rap een uur mee bezig. Ben je zelf bij een ongeval betrokken? Dan heeft je dashcam wel het nodige bewijsmateriaal gefilmd. En dat is juist het grote voordeel van een dashcam. Komt het ongeval door een voorrang van rechts of van links? Dan heb je wel een dashcam nodig die een brede hoek filmt. Een dashcam met een hoek van 120 graden zal de aanrijder pas filmen zodra hij je wagen raakt. De situatie en de omstandigheden voor de aanrijding zullen niet op het filmpje staan. Met een hoek van 170 graden heb je een veel breder beeld en dus een betere opname van het aankomende gevaar. Word je achteraan aangereden, dan heeft je dashcam niet veel nut, behalve dat de schok gefilmd wordt en dat hij ook filmt dat jij inrijdt op de wagen voor jou. Vandaag kunnen alle dashcams filmen in 1080p. Dat is een filmresolutie die mooie beelden oplevert. Meer dan degelijk voor gebruik op sociale media. Duurdere modellen kunnen in 4K filmen. Dat is een prima kwaliteit, maar de opnamen worden groot en te zwaar om te bewerken op een gewone computer of om op sociale media te zetten. De dure modellen hebben ook waarschuwingen voor kop-staartbotsingen en onverwacht wisselen van rijbaan. Andere modellen zijn uitgerust met wifi. Je hoeft dan geen SD-kaartje uit de dashcam te halen. De beelden worden via wifi naar je smartphone gestuurd. Dat is echter niet zo handig. Je blijft best in de wagen zitten om een goede wifi-connectie met je dashcam te hebben. Het doorsturen gaat ellendig traag en de batterij van je smartphone moet voldoende opgeladen zijn. En de stroom van je wagen moet aanstaan om de dashcam voldoende elektriciteit te geven. Koop een dashcam waar het SD-kaartje gemakkelijk kan uitgehaald worden. Dat is veel sneller dan beelden overtappen via wifi. We kunnen besluiten dat een dashcam je kan helpen met bewijsmateriaal indien je in een frontale botsing terechtkomt. Maar je zal er meer plezier aan beleven door grappige of gevaarlijke verkeerssituaties op het internet te zetten. Een dashcam is een eenvoudige camera en door de lage prijs zal iedereen er minstens één moeten hebben.